Het traditioneel gezag van Brokopondo dat ontevreden is over het recente optreden van de directie van Rosebel Gold Mines NV, praat morgen weer met de regering. Dit bevestigt kapitein Henry Café van Nieuw-Lombé tegenover onze nieuwsdienst. Tot nog toe hebben de dorpelingen die bij het bedrijf werkzaam zijn alleen kunnen bewerkstelligen dat ze weer thuis mogen verblijven. Hiervoor waren zij samen met het traditioneel gezag in actie. Vanwege de COVID-19-pandemie had het bedrijf een maatregel ingesteld dat werknemers op de bedrijfsplant moesten verblijven. Anders dan het intrekken van deze maatregel zijn er geen andere veranderingen gekomen, laat Café weten. Hij benadrukt dat er ontwikkeling in Brokopondo moet komen. Als je Brokopondo legt, een foto. 80% van de economie moet naar Brokopondo. Uiteen Brokopondo realiseert hoe de smajasi zijn aan Alibi voor Soudede. De stroom die hier komt van Brokopondo, nee, voor ze gisteren aan. Dat zei de met Brokopondo nog maar kunnen pitchen dat Brokopondo kan stroom aan foto. We willen wat deel hebben. Brokopondo moet ontwikkeld worden aan een inmofo. Om sien, dat kan ik gebeuren. Dat ben wat eens. Het traditioneel gezag voor 100 jaar, 300 jaar geleden bestaat niet meer. Afvloeien van de pressie. Dat alle de maar dat de tras, maar die was koro. Afverstaat hoe grond dat voor. Het deel zei kon als staat kas voor Suriname vloeien terug naar Brokopondo. Om sien, dat ook attack aigo. Café zegt dat er veel verwacht wordt van het gesprek met de regering. Hij vindt dat niet alleen de kustvlakte tot ontwikkeling gebracht moet worden. Het achterland moet daarbij ook meegenomen worden in de ontwikkeling. Het achterland zorgt volgens hem voor diverse inkomstenbronnen voor de staat. Maar de achterland dat daarvan moet ik voor dat ontwikkeld heb, een foto. Ik ga een plein loon naar Lokto, dat is iets aan de Brokopondo. Brokopondo is dat, sorry. Wie nog maakt dat je maar Brokopondo trouwens daar als. Over 10 jaar bestaat daarop nieuw koffiekamp niet meer. Over stromen alleen. Ja, men dat je voor 50, 60 kilometer qua grond. Maar je zei niet dat ik opboe, gaat niet goed met Suriname. Kapitein Henry Café van Nieuw-Lombé. Hij benadrukt dat het binnenland van Suriname niet tot ontwikkeling komt. Het gaat juist verder achteruit.